Ja, we kijken nog steeds naar cultuur in actie en we zijn bijna aan het einde van de avond gekomen. Maar ik heb nog een aantal interessante gasten. Eigenlijk de bekendste componist. Ik denk, u kent hem allemaal en u heeft hem waarschijnlijk nog nooit gezien. Martijn Schimmer, jij bent componist van de meest bekende tv-tunes, denk ik. Wat heb je allemaal gemaakt? De Wereld Draait Door. Dat programma is helaas gestopt natuurlijk. Maar De Wereld Draait Door, RTL Nieuws, The Voice. Ja. Heel veel programma's. En in het ver verleden voor mij ook nog eens iets. Voor jou, Jopie Parlevliet Show. De Jopie Parlevliet Show, ja, dat was gezellig. Ja. En daarnaast ook muziek voor speelfilms, series. Dus het is vrij breed. Maar ik kan me voorstellen, jij kan toch gewoon je werk blijven doen in je studio? Of wat is het effect van de coronacrisis op jouw werk? Nou, toen de crisis uitbrak ik heb een bedrijf met natuurlijk nog meerdere componisten. Ja. We hebben gemiddeld zo'n 20 tot 25 verschillende projecten lopen met allemaal verschillende deadlines. En die zagen we eigenlijk in een week zagen we die allemaal één voor één wegvallen. Die werden allemaal geannuleerd, omdat er eigenlijk niet meer gedraaid kan worden. De nieuwe opnames? De nieuwe opnames, maar bijvoorbeeld ook een serie Goede Tijden, Slechte Tijden, waar we sinds dit jaar de muziek voor doen. Dat stopte natuurlijk. Dus de opnames werden stilgelegd. We hadden nog wel wat afleveringen die we moesten doen. Dus toen hebben we een nieuwe cliffhanger gemaakt, zeg maar. Andere muziek, spannendere muziek, om toch maar meer die cliff spannend te maken. Want de zomercliff, die is gewoon niet gedraaid. Nee. Dus wij zien gewoon echt. Dus ze hebben nu een scène afgerond die eigenlijk niet zo spannend was, maar door jouw muziek is het toch nog iets van. Ja, er was wel een weekcliff. Gelukkig was die wel spannend, maar die hebben we extra aangedikt. Ook in de montage, natuurlijk ook in de muziek. En eigenlijk alle nieuwe programma's, alle nieuwe projecten, die zijn tot na de orde uitgesteld. En daar heb jij economisch gezien enorme. Ik zou denken van als jij zoveel beroemde tunes hebt gemaakt, nou die rechten daarvan. Die zitten allemaal in hun huis op Ibiza. Dat niet. Maar daar leven we ook van. Rechten is voor ons het belangrijkste inkomstenbron. Het is wel zo dat de rechten die we dit jaar uitgekeerd krijgen, zijn eigenlijk de muziek die vorig jaar uitgezonden is. Dus wij gaan de effecten van deze crisis denk ik pas echt volgend jaar goed merken. En wat dat in gaat houden, dat weten we nog niet natuurlijk. Maar denk je niet dat volgend jaar alles weer, dat iedereen juist weer nieuwe programma's wil maken, zoveel mogelijk? En ja, dat kan wel, maar je ziet nu zeker de commerciële omroepen op dit moment. De reclameinkomsten die zijn gewoon enorm gekelderd. Ja. En zij betalen op basis van die omzet, betalen zij zeg maar weer aan Buma Stemra. En Buma Stemra betaalt uiteindelijk de componisten van Nederland. Ja, en als dat niet. Ja, dat gaan we eigenlijk pas volgend jaar gaan we dat merken, denk ik. En werk jij met, want dat is natuurlijk ook nog een verschil, werk jij met een computer of werk jij met echte muzikanten? Nee, we werken heel veel met echte muzikanten. Ja, dat zijn ook mensen die natuurlijk bij het Amsterdam Concertgebouw spelen, maar ook drummers, zangers, zangeressen. Ja, die kunnen we nu ook niet inhuren. Dus eigenlijk de studio, we hebben een grote opnameruimte waar we 30 man live orkest op kunnen nemen. Ja, die hebben we eigenlijk nauwelijks gebruikt de afgelopen maanden. Heb jij het idee dat de politiek, dat ze jullie snappen? Ik denk dat. Laat ik het anders zeggen. Waarom zit je hier? Wat zou je willen vertellen tegen Den Haag? Ik denk dat er een hele grote groep onzichtbare mensen is, die, waar ik ook toe hoor natuurlijk, die met cultuur bezig zijn. Die muziek maken voor speelfilms, voor series. Wij huren weer sessiemuzikanten. Dat is eigenlijk een hele grote groep die niet gezien wordt. Want ook al die sessiemuzikanten die ik spreek, die hebben geen optredens meer. De Pinkpop, Lowlands, al die evenementen, dat gaat natuurlijk niet door. En geen overheidssteun? Geen overheidssteun, geen concerten. Dus al die dingen, en ik denk dat dat gewoon een groep is die. Ik wil graag dat die gezien wordt en dat we met elkaar ook. We maken met elkaar die grote culturele sector. En heb jij als bedrijf ook een plan voor die mensen? Heb jij iets? Zitten jullie met. Heb je al het werk laten vallen? Of zit je wel bij elkaar en denk van joh. Nou, wij proberen wel zoveel mogelijk door te werken. We hebben twee mensen die werken vanuit huis en de rest is wel in de studio. Het voordeel van een studio is dat het natuurlijk al een soort afgesloten box is waar je in zit. Geluidsdichte box met ook dubbele deuren en aparte luchtbehandeling. Dus we kunnen in principe wel doorwerken. Ja. En wij werken door aan onze muziekbibliotheek, maar dat is eigenlijk, ik noem het dan maar toekomstmuziek, die we in de toekomst misschien aan partijen aan kunnen bieden. Maar de echte opdrachten, dat zijn er heel weinig op dit moment, twee of drie eigenlijk. En heb jij, je hebt een groot bedrijf, er zijn natuurlijk ook allerlei componisten die helemaal niks te doen hebben. Ja, er zijn een hoop componisten op dit moment die echt niks te doen hebben. En die moeten dus gewoon teren op datgene wat ze in het verleden hebben verdiend. Of die gaan ook andere dingen doen, sommigen. En wat voor verhalen hoor je zo om je heen? Wat mensen hebben gezin, mensen hebben kinderen. Ja. Ja, je hoort verhalen van schrijnende gevallen. Ik weet ook niet van iedereen zijn financiële situatie. Maar je merkt gewoon dat. Je hebt ook componisten die bijvoorbeeld schrijven voor theater. Als jij een liedje in theater zingt. Ja.
Misschien heb je zelf de tekst geschreven, maar het is een componist die liedjes schrijft. Ik schrijf al de conferences zelf, maar liedjes laat ik echt schrijven en precies. componeren. Ja, en dat is eigenlijk dat onzichtbaar. Je ziet heel vaak natuurlijk de artiesten die op het podium staan, maar er zit een hele grote groep achter. Tekstschrijvers, maar ook muziekuitgevers bijvoorbeeld, die gewoon heel weinig inkomsten hebben. Nee, maar dat kun je niet vaak genoeg zeggen, maar mensen zeggen heel vaak tegen mij, je kan toch gewoon samen een lampje erop en dan... Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet, want het theater moet worden schoongemaakt, mensen moeten kaartjes geknipt, de dame achter de bar, artiesten voor je met het weten. En dat is ook goed dat mensen dat niet weten, want die moeten genieten van die avond. Maar bijvoorbeeld ook een geluidstechniek is natuurlijk, als je naar een registratie gaat. Ja. Als je ziet hoeveel mensen erachter hebben, die is natuurlijk een redelijk beperkte groep nu. Maar normaal is er een hele grote, een groot team wat daaronder ondersteuning biedt. Wat mis jij zelf het meest aan je werk? Ja, dat ik eigenlijk mijn vak niet echt kan uitoefenen. Wat ik heel erg mis, en waar ik denk ook wel goed in ben, is de druk en de deadlines. Gewoon, hè. Dus we hebben allerlei verschillende projecten en dan moet dit af en dan moet dat af. En je mist eigenlijk de urgentie een beetje. Ja. En dat is juist hetgene waar ik heel veel drive van krijg en energie van krijg. En dat is een beetje weg. Dus je bent nu wel bezig. We zijn bijvoorbeeld nu muziek aan het maken voor streaming. Ja, gewoon aan het kijken van, wat is er nou hot qua... dat is niet je meest... Op Spotify, dus we zijn yoga-muziek aan het maken om te kijken of we een yoga-playlist kunnen... Vogelgeluiden. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je wel kunt doen, maar dat is eigenlijk niet waar je passie is. Nee, ik merkte dat ook. Op een gegeven moment hebben wij ook besloten om mijn tournee een jaar naar achter te schuiven. Ja. Want ik ging op een gegeven moment achter mijn computer zitten schrijven, had ik 3 zinnen gedaan. Denk ik, nou, klap maar weer dicht, want wat doe je? Weet je, dus het werkt enorm demotiverend allemaal. Klopt, je mist een beetje de urgentie van het werk eigenlijk. Hey, tot slot. Als jij hier een handtekening gaat zetten, voor hoeveel mensen is dat dan? Nou, er zijn in Nederland, heb je een beroepsvereniging, dat is de BSMM, van ongeveer 240 mediacomponisten. Er zijn bij Buurman Stemmer ongeveer 30.000 componisten aangesloten. Maar echt de mediacomponisten, datgene wat ik doe, echt een opdracht schrijven. Ja. Dat zijn er ongeveer 240. Want die vereniging, dat zijn 240 leden, vertegenwoordigers die. Er zitten dus ook de filmcomponisten bij. Ja. En namens hen kom ik hier een handtekening zetten. 240 mensen, nou, die zetten we er dan op. En onwijs bedankt voor je komst. En graag ik hoop op... alleen maar goede tijden in plaats van... Ja, dat hoop ik ook. Dat zou lekker zijn. Ja, die komen misschien weer. Dank je wel. Graag gedaan. Je mag gedaan. Ja, dank je.